maakt het inmiddels 16 minuten over 4 uur. En zoals gezegd hebben we aandacht voor een aantal trainingskampen. Bijvoorbeeld van een aantal voetbalploegen. Maar ja, die zijn natuurlijk niet de enige die op trainingskamp gaan. Want de 18-jarige Doetinchemse atlete Sabrine Vels bereidt zich op dit moment in het Spaanse Nerja. Dat is vlakbij Malaga voor op het nieuwe atletiekjaar. Daar zit zij 13 dagen en vandaag heeft ze toevallig een rustdag. En dat betekent ook dat ze bij ons in de uitzending is vanuit Spanje. Sabrine, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar in Spanje? Ja, lekker weer. Mooie temperatuur. Fijn om te trainen en te herstellen. Ja, optimale voorbereiding dus voor jou op het nieuwe jaar? Ja, zeker. Ja, gaat helemaal prima. Hoe ziet jouw dag eruit, hè? We staan rond een uurtje of 9:30, 10:00 staan we op. En dan staat rond 11:00 de eerste training eigenlijk op programma. En de training duurt toch gauw weer 3 uur. Dan gaan we even terug naar het appartement. En dan staat 's avonds alweer de volgende training op programma. Ja, strak schema. Ja, zeker, ja. Ja, een 3 uur training, het klinkt heel lang. Wat doe je allemaal in 3 uur tijd? Een hele uitgebreide warming-up. Veel core stability, heupmobiliteit. En daarna beginnen we aan het hoofdprogramma. En dat is? Ja, dat varieert. Ja, een verspring is natuurlijk een aantal sprongetjes, verschillende technieken. En bij de sprint zijn het een aantal startjes, techniekloopjes. Mm-hmm. Want voor de luisteraars die jou niet kennen, kan jij vertellen wie is Sabrine Vels? Verspringen is natuurlijk jouw specialiteit. Ja, ik doe aan verspringen en aan sprint. Ik doe eigenlijk de sprint alles tot en met de 200 meter. Ik heb me voornamelijk gespecialiseerd op het verspringen. Dat is ook eigenlijk mijn hoofddoel, waar ik uiteindelijk een Olympische Spelen hoop te bereiken. Mm-hmm. En de 200 meter doe ik erbij, omdat het gewoon een goede combinatie is voor het verspringen. Ja, en dan 13 dagen nu dus in Spanje. Ja, je zei het al, de weersomstandigheden zijn prima. Natuurlijk veel beter daar trainen dan hier. Ja, zeker. Ja, we kunnen hier gewoon lekker in een korte broek trainen. En dat is in Nederland wel anders op dit moment. Ja, ben je daar alleen? Of zijn er meer mensen, ook vanuit de atletiek, die daar nu op dit moment op trainingskamp zijn? Ja, ik ben samen met een trainingsmaatje van het verspringen. Die is ook mee op trainingskamp. Dus eigenlijk met z'n tweeën dan. En een trainer. Hoe belangrijk is zo'n trainingskamp? Ja, heel erg belangrijk, want je bent nu toch echt alleen met atletiek bezig. Geen andere omstandigheden omheen. Ja, het zijn alleen maar trainen en rusten. Dus ja, dat is gewoon perfect. Ja, zo'n rustdag heb je dan vandaag. Wat doe je dan op een rustdag? Behalve een beetje rustig aandoen en eigenlijk misschien in de zon zitten? Ja, we zijn toevallig vandaag naar de Aperots geweest, Gibraltar. Ze hebben een busje gepakt en zijn daar de rotsen op gaan toeren. Een beetje zitten, niet te veel lopen. Ja, voornamelijk veel rust. Ja, belangrijk natuurlijk op zo'n rustdag om dan ook de rust te pakken. Want wanneer begint de competitie voor jou eigenlijk weer? Ik heb 30 januari mijn eerste wedstrijd weer staan. En dan de week erop heb ik er weer één. En dan eind februari is het NK al. Ja, want vorig jaar volgens mij had jij op 4 januari nog de indoor in Dortmund. Ja, dat klopt. Ja. Daar hebben we dit jaar niet voor gekozen. We hebben echt voor gekozen om een goede baas te leggen qua trainingen. En in een korte periode meer wedstrijden te pakken. Mm-hmm. Wat is dan jouw doel ook voor dit jaar? Ik heb eigenlijk als enigste doel over de 6 meter met verspringen. Want vorig jaar heb ik eigenlijk gemerkt dat ik me te veel vast heb gehouden aan doelen. En waardoor ik niet lekker heb kunnen springen. Dus ja, de 6 meter grens is echt het enige doel waar we nu voor gaan. En de rest wel, ja, wat goed gaat is leuk meegenomen. Ja, en hoe dichtbij zit je bij die 6 meter grens? Nou, vrij dicht. Als ik een keer een goede afzet heb, dan zit het er zeker in. Dus dat doel is sowieso haalbaar voor dit jaar? Ja, zeker weten, ja. Goed, we blijven jou volgen, Sabrine. En dan dankjewel voor je tijd vanuit Spanje dus, vanuit het Spaanse Nerja. Was dit Sabrine Vels, de 18-jarige Doetinchemse atleet, hier bij ons in de uitzending 8 op zondag. 8 op zondag.